Wat een heerlijke dag, genieten. Ik sta bij een heel mooi pand. Ik hoor heel veel dingen, er gebeuren heel veel dingen met dit pand. We gaan eens vragen aan de eigenaar en de eigenaresse wat hier gaat gebeuren. Vechthuis, wat gaat er gebeuren? Een slotfeest. Is het verdriet of is het vreugde? We gaan het vragen. Gaan jullie mee? Het vechthuis gaat na 40 jaar stoppen. Dat wil zeggen, het pand is verkocht aan een projectontwikkelaar. En er gaat hier woningbouw plaatsvinden. Dus een groot deel van het pand zal gesloopt worden, verdwijnen. Een deel van het pand zal behouden blijven. En zo gaat dat. Ik word er eerlijk gezegd niet zo droevig van, want wij hebben geen opvolging, geen kinderen die zeg maar het bedrijf voort willen zetten. En we zien er nog wel erg jong uit, maar we beginnen ook al... Mooi compliment. Ja, precies. Vooral mijn vrouw natuurlijk. Maar ook wij beginnen een beetje op leeftijd te komen. En Utrecht wil groeien. Hè? Van 330.000 naar 410.000 of 440.000 inwoners, heb ik begrepen. Binnenstedelijk moet dat opgelost worden. En zijn naastig op zoek naar plekken om woning te kunnen bouwen. En dan is zo'n plek hier aan het water, vlakbij het stadcentrum, natuurlijk een uitgelezen plek om mooie woningen te realiseren. Maar om te zeggen van, wij gaan ermee stoppen. Ja. Maar dat andere wat u zegt, de catering, gaat u daar wel mee door? Of zegt u van nee, het is voor ons genoeg geweest? Nee, catering zal zeker doorgaan. Alleen ben ik op dit moment in gesprek met een aantal mensen voor overname. Want om alleen met de catering weer verder te gaan, dat is op een gegeven moment, dat kan natuurlijk prima. Maar dat is toch een keus waarin mevrouw en ik gezegd hebben van het is na 40 jaar horeca. En want voor 1988 zat ik ook al bij mijn ouders in de zaak in de horeca. 40 jaar horeca, dan is het mooi geweest. Dat is genoeg. En wat gaat u na dit dan doen? Nou, ik heb besloten sowieso een jaar niets te gaan doen. Ook heerlijk? Ja, ik heb mijn hele leven alleen maar gewerkt. Hè. Ja. Dat is mensen kunnen dat zich niet voorstellen, maar in de horeca kun je echt gekke dingen doen. En dan heb je het over weken erbij waar je soms 100 of meer uren werkt. Dan zeggen mensen, dat bestaat niet, je kunt niet 100 uur in de week werken. Geloof me. Dat kan heel makkelijk en dat heb ik te veel en te lang gedaan. Geen hobby's of dat soort dingen, daar is gewoon nooit tijd voor geweest. Motorrijden, wat ik vroeger als jonge jongen heel graag deed en heel lang al niet meer doe, dat wil ik weer gaan oppakken, dat soort zaken. Dus een tijd voor mezelf en daarna zie ik het wel. Alles wordt gesloopt. Maar wat gaat u met de inhoud doen? Nou, de inventaris. Ik heb alleen het gebouw eigenlijk verkocht. En alle inventaris zal verkocht gaan worden. Ja. En dat na de vakantie dan langzamerhand dan gaan we leeg verkopen. Ja. En wat neem je wel mee? Nou, één ding, dat is mevrouw heel duidelijk over. Toch wel. Ja, ik wilde hem kopen, maar dat gaat niet door. Dat dacht ik al. Daar heb ik heel veel mensen over gehoord. Het is echt een uniek ding. Hè. Hij is gemaakt van suiker. Dat is heel lang geleden. Ik denk 1989, 1990 zal dat geweest zijn. We waren toen eigenlijk pas aangesteld als vaste cateraar van de Domtoren. Dus die vroeg ik, van, joh, zou je voor mij de Domtoren kunnen maken? Nou, vond hij een enorme uitdaging. Heeft hij heel veel tijd en werk ingestoken. Foto's opzoeken, archieven ingedoken, bouwtekeningen nagekeken. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dit exemplaar.